Sportclub Emmeloord heeft de 22e editie van het 10 dorpen toernooi gewonnen. Dat ging niet zonder slag of stoot. In de finale kwamen de Emmeloorders met 2-0 achter tegen Tonego uit Luttelgeest. Maar na een zinderende slotfase waarin de Emmeloorders twee keer scoorden, werd er verlengd. In die extra tijd wisten de Emmeloorders de nederlaag van vorig jaar in de finale weg te poetsen. Het werd uiteindelijk 4-2. Door deze zege heeft Emmeloord nu 4 titels, evenveel als Tonego. Hetzelfde finale, jaar daarvoor ook al. Ook wat Tonego heeft verloren, dus als je 2-0 achter komt staan. Ik denk dat er heel veel mensen publiek ook wel hadden het gevoel van, dan gaan ze weer. We hebben het gelukkig recht kunnen zetten dit keer. Ja, dat gevoel van daar gaan ze weer, dat was er inderdaad. Ik hoorde dat ook om me heen. Hoe komt dat dan, dat jullie het zo moeilijk hebben met ze? Nou, ik denk dat Tonego gewoon goed verdedigend staat. Ze zakken wel heel ver in, maar ze dubbelen goed en zijn snel in de omschakeling. Dus ze zijn altijd wel gevaarlijk, dat weet je. Tonego begon de finale dus goed. De ploeg kwam op een 2-0 voorsprong. En in de minuten daarna was keeper Koen van Staveren onpasseerbaar. Vorige wedstrijd had hij al zee om de oren van ons gehad. Maar ja, deze in de finale was hij echt, speelde echt een prima pot. Ja. Haalde alles eruit. Ja, tot die vrije trap van jou en daarna was het eigenlijk ja, erop en erover. Ja, klopt. Toen kwam geloof een beetje terug. Want je hebt toch het gevoel, hij wilde gewoon niet in. Op de paal en tegen de keepers voeten aan. Dan moet je net het geluk mee hebben dat je de 2-1 maakt. Dan word je gewoon als team wat sterker. Dan heb je er geloof in om overheen te gaan. In de groepsfase moest Van Staveren nog 7 goals incasseren tegen Emmeloord. Maar in de finale stopte hij alles. Tot zo'n 4 minuten voor het einde. Toen de 2-1 viel en kort daarop moest hij ook de 2-2 incasseren. Ja, je bent dichtbij. We geven eigenlijk niks weg. Maar ja, toch zie je de individuele kwaliteit van Emmeloord ook weer bovenkomen. Ja, en dan zie je net, zoals die tweede goal, ja, die schiet gewoon hard de kruising in. Ja, dat is wel hun kwaliteit, denk ik vandaag. En ik denk ook wel, ja, terecht wel de winnaar.